tweede keer dit seizoen dat we hier staan na een wedstrijd van DVS tegen IJsselmeervogels, Patrick. En tweede keer verliezen we hem ook. Andere wedstrijd gezien, denk ik. Vooral eerste helft. Maar vertel jij, wat is je verhaal van vandaag? Nou, twee dingen zijn die wedstrijden wel identiek. Dat we eigenlijk, ik vond in ieder geval goed begonnen. Eerste 10 minuten. Leveren we denk ik drie, vier keer zomaar bal in bij de tegenstander. Daar worden zij twee, drie keer gevaarlijk uit. Als je een beetje pech hebt, schieten ze er twee binnen. Kun je we zijn al thuis, maar dan kun je er bij wijze van spreken een eind aan maken. Daarna komen we beter in de wedstrijd. Worden we wat meer in balans. Wij maken de 1-0. Kunnen misschien de tweede maken, maar die werd denk ik goed verdedigd. Met die breedte bal op Huber en 1-0 niks aan de hand. We hadden het denk ik volledig op orde. En je weet dat het geen geweldige wedstrijd wordt. Maar dan, die 1-1 is killing. Ja, ik zei tijdens het commentaar geven, ik hoop niet dat we hem vlak voor rust nog tegenkrijgen. Want dan sta je toch anders in de rust tegen elkaar aan te kletsen, denk ik. En Dien Bredewold, cadeautje. Dat is zonde voor die jongen, maar hij zat er wel lekker in, denk ik. Ja, maar 43e minuut zeggen we hetzelfde tegen elkaar. Ik zei het nog tegen Stef, weet je wel. Zorg dat we geen vrije ballen meer weggeven. Doe logische dingen. Kijk, als je al mijn interviews teruglaat, ik denk dat misschien één of twee keer in 15 jaar wat over een scheidsrechter heb gezegd. Maar dit was echt schandalig. Er komt een moment dat die fluit tegen Roemenjon met die rechtercentrale terecht. Die vrije bal waar de goal uit komt, ging nergens over. Even later, tweede helft, Blerk wordt omvergelopen. Zelfde ziet fluit hij niet. Het ging helemaal nergens over. Ik zat ook met de assistenten praten. Die begreep er ook helemaal geen reet van. Je bedoelt maar, assistent trainer, scheidsrechter? Ja, voor mijn neus. We keken elkaar iedere keer aan. Ja. Maar goed, dat zat los van natuurlijk van die goal. Zo bepalend. Anders gaan zij heel veel in de rust in en wij heel goed. Ja. En dan weet je gewoon, en nu is gewoon de 1-2 is gelijk killing. Die krijg je binnen 12 minuten na de eerste goal. Krijg je die, of binnen 10 minuten om je oren. Hoe heb jij de spelers voorbereid? Wat was het idee van deze wedstrijd? Nou, je weet dat zij vervelend spelen bij 4-4-2 en eruit. En dat ze iedere keer met één van die middenvelders uit gaan hoeken. Wij wilden dat tijdig doorkantelen met onze backs op de backs. Ja, ik denk dat we dat prima op orde, want volgens mij hebben ze geen kans gehad vanuit een normale opbouw. Want die kans die hebben ze gehad is omschakeling bij ons. En die laatste is ook een lange bal. En die veroveren ze en gooien ze de tweede paal. Dat hadden we prima op orde. En we wisten dat in de ruimte van met name maar Wessel Boer en die rechter centrale verdediger lag heel veel ruimte. Ja, daar konden we iedere keer doorkopen. En er zijn zoveel momenten dat ik graag wil dat we hadden gaan voetballen. Maar ja, uiteindelijk is het ook een stukje, hoe moet ik het zeggen, op de juiste momenten de juiste dingen doen, is op dat moment misschien vertrouwen of kwaliteit, weet ik niet. Maar wij vinden dat lastig. Anderzijds komen we gewoon op voorsprong, is er niet veel aan de hand. Ja die 1-1 is killing. Toch kan je het ook in de tweede helft naar je hand zetten dan. Waarom lukt ons dat niet? Waarom? Je zegt het is killing voor de rust, maar ja, we hebben nog 45 minuten te voetballen in de tweede helft. Nou, die 1-1 is killing, die 1-2 nog meer. Ah, dat vind ik wel een dingetje bij ons, maar daar hebben we het vaker over gehad. Ik ben ook helemaal niet boos, ik neem ze het niet kwalijk. Logische dingen doen, hè? Laatste bal ook, dan gooien wij een bal erin. Dan gaan met beide spitsen, gaan de duel aan. Dat is een beetje, hoe moet je dat, dat is voetbalgochme. En we gaan onmogelijke situaties gaan we schieten. Terwijl breng die bal nog één keer naar de zijkant en breng hem er dan in. Wij halen niet maximaal uit de situatie. En Nicky van Hilton die voor de goal komt, die raakt hij op zijn haak, anders vliegt hij er ook in. Benner die nog een keer naar binnen komt. Ja, je zal zien als Afakerda komt, hangt hij. Ja, het is toch een beetje dat killing, in ieder geval dat dodelijke instinct wat zij... Wat bij ons het hele jaar al een dingetje is. En daarom weet je gewoon, als je voorkomt, wat hebben we nodig? We scoren natuurlijk over het algemeen niet super makkelijk. Dan helpt het natuurlijk wel als wij geen cadeautjes weggeven. Ja. Want wij voelen als ploeg ook dat het niet vanzelf gaat. Dus als je dan voorkomt, dat sterkt. Ja, je ziet het. Hey, je hebt aangegeven deze week dat je na dit seizoen weggaat bij DVS. Mm. Hoe ga je ervoor zorgen dat we er nog wat moois van maken de rest van de maanden? Op dezelfde manier dat ik het vanaf het begin doe. Ja. Iedereen natuurlijk, hè? Dat is zo vroeg in het seizoen. Iedereen die mij kent, die weet dat ik nooit ander gedrag vertoon in een seizoen. Als je vandaag de wedstrijd hebt gezien of je hebt mij gezien of je... Dan heb je daar niks aan... Nee. Ik snap de vraag, maar is overbodig.